Goedenavond, welkom terug bij Z2Day. Vergeet goud, vergeet aandelen, vergeet olie natuurlijk helemaal. Wie geld wil verdienen, kan beter beleggen in een handtas. Voordat u meteen naar de gang loopt om de uur te inspecteren. Het gaat niet om zomaar een exemplaartje van Manfield of Fred de la Bretonnière. Nee, om een heuse Birkin-tas van het luxe merk Hermès. Iedereen wil hem, maar weinig mensen hebben hem. En zo'n tas levert dus veel geld op. Kring ten Haven, een Birkin-tas. Wat is zo bijzonder aan die dingen? Ik zit daar niet zo in, moet ik heel erg zeggen. Nee, maar dat had je wel moeten zitten. Want het is niet zomaar een tas. Het is een hele luxe tas van het Franse luxe warenhuis Hermès. Vernoemd naar de Franse zangeres Jane Birkin. En die is zo exclusief dat er zelfs een wachtlijst voor die tas staat als je hem überhaupt wil kopen in de winkel. Goedkoper is hij ook niet echt. Een instapmodelletje van die tas kost $6500. Maar dan heb je echt wel een beetje een matige, simpele tas. Maar wil je nou echt een beetje een gemiddelde tas waarmee je ook buiten kan vertonen, dan moet je er eentje kopen van gemiddeld $60,000. Voor een tas? Ja, het kan nog veel gekker. Want de toptassen van dit merk, van die Birkin-tassen, die worden verkocht op veilingen voor $222,000. Je ziet deze hier, die is onlangs geveild in Hongkong. En dat is dan een roze tas met diamantjes. Deze die je nu ziet, die kostte ruim $400,000. Een tas van krokodillenlier, 18 karaat gouden sloten en natuurlijk weer die diamantjes. Dus iedereen wil die tas hebben. Er lopen ook ontzettend veel bekende sterren mee. Kim Kardashian zag je net al voorbij komen. Victoria Beckham, Lady Gaga, maar ook best mannen. Dus jij kan er ook eentje hebben, Peter. Nou, maar nu hebben we de $400,000 ergens vandaan halen. Minor detail. Maar het is ook een goede belegging. Die dingen worden ook meer waard naarmate ze ouder worden. Ja, alleen al zo'n tas hebben is eigenlijk Een goede belegging. Dat heeft in ieder geval Baghunter gezegd. Dat is een marktplaats waar al die luxe tassen worden verhandeld. En zij hebben die Birkin-tassen naast goud gelegd, naast aandelen gelegd. En komen tot de volgende conclusie als je dan kijkt naar de cijfers. Dan zie je dat het rendement op aandelen uit de Amerikaanse aandelenindex S&P 500 gemiddeld 8,7% per jaar is. Op goud, ja, daar moest je eigenlijk niet in zitten. 1,5% in de min. En als je dan zo'n Birkin-tas, nou, dan kon je cashen, want 14% rendement maar liefst. Dus dat is niet slecht. Makkelijk geld verdienen zo. Ja, je hoeft er eigenlijk helemaal niks voor te doen ook. Want het is een heel stabiel aandeel, als je het als aandeel wil zien. Eigenlijk niet, het is natuurlijk een tas. Het is niet jaar op jaar op jaar op jaar op jaar, lijkt me. Nou, jawel, zij zegt van wel, 14% per jaar. Dus het enige wat je hoeft te doen is die tas hebben. Je moet hem gewoon thuis houden in je markt. Je hoeft niet in de gaten te houden hoe het gaat. Ze staan nooit negatief. Je houdt die tas. Op het moment dat je zegt, ik ben hem zat, dan ga je hem verkopen. En dan uitkijken er niet je zoontje van 4 met de stift aankomt. Nou, dat is precies, precies ook de enige twee dingen die je niet zou moeten doen. Wijn er overheen gooien of inderdaad zijn zoontje erop laten krassen. Want dan is hij natuurlijk een stuk minder waard. En het is ook niet zo makkelijk als aandelen om in te stappen. Want ja, we hadden het net al over die prijzen. $60,000 kost gemiddeld één zo'n tas. Dus zo makkelijk is het nog niet. De Birkin-tas, we gaan hem onthouden.